Met 400.000 liter per uur wordt het water uit de boerenwetering gepompt. Over 3 weken is dan de betonnen vloer zichtbaar die vorig jaar onder water is gestort. Hierop wordt de garage gebouwd. Door de betonstort is de waterkwaliteit aangetast, dus krijgt het water eerst een behandeling voordat het wordt weggepompt. En het water dat daarin zit, in de afgesloten bouwkap, dat moet eruit. En dan wordt de waterkwaliteit, de pH-waarde, wordt gemeten. En dan wordt met citroenzuur wordt dat vermengd, dat de pH-waarde klopt, neutraal is, voordat het de gracht ingepompt werd. Ja, zodat er weer schoon, zuiver water de gracht in komt. Precies. Als straks de garage klaar is, wordt de boerenwetering weer gevuld met 72 miljoen liter grachtenwater, ofwel zo'n 20 Olympische zwembaden. En ziet het er bovengronds weer uit als vanouds. Aan de Ruisdalkade komen de in- en uitgang van de garage en een glazen lifthuisje voor voetgangers. Driekwart van de garage is bestemd voor vergunninghouders. Ze hoeven hiervoor niet extra te betalen. Want er verdwijnen 300 parkeerplaatsen van de straat. Ja, wat er voor in de plaats komt is ruimte voor bewoners, bredere stoepen, ruimte voor de fiets, ruimte voor kinderen, speelplaatsen. Eigenlijk alles waar je de openbare ruimte voor wil gebruiken. Ja, is dat hard nodig? Ja, dat is hard nodig. Want de Pijp is natuurlijk een wijk die 100 jaar geleden is aangelegd. In een hele andere tijd toen er nog geen auto's waren. Ja, die auto's hebben we nu prachtig straks hier onder de Boerenwetering garage. Waardoor er ruimte is voor de bewoners om ook te recreëren en om de drukte op te vangen. De garage kost 34,6 miljoen euro, exclusief BTW. Reden voor protest uit de buurt die vooraf bang was dat de garage vooral voor bezoekers zou zijn. De komende maand gaat de gemeente met de omwonenden plannen uitwerken voor de invulling van de vrijgekomen openbare ruimte. Eind dit jaar moet de garage klaar zijn.